van de drie vorsten naar het Oranjehuis was alleen Willem de Eerste een man van werkelijk formaat. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Anders dan zijn vader was Willem de Tweede een waarhoofd. Ik zal een goede koning zijn. Willem de Derde was totaal ongeschikt. Nou, dan doe ik het niet. Dan word ik niet uw koning. De nieuwe koning wil geen Willem de Vierde genoemd worden. Willem IV, ja, staat naast Bertha 38 in de wei. Vanavond de wee van Willem I. Ja, Maarten, je krijgt 7 minuten voor je college. En als je over de tijd gaat, dan dreigen wij het koningslied in te starten. Ja, dan zou ik er haast bijna meteen mee op willen houden, maar en dat zal ik dan maar niet doen. Wij krijgen dit jaar een nieuw staatshoofd. Dat is al een reden voor allerlei verwarde feestvreugde, zoals we gemerkt hebben. Maar we vieren dit jaar ook 200 jaar koningschap. En dat zullen we eind november vieren, omdat eind november 1813 Willem de Eerste, toen nog erfprins, in Scheveningen arriveerde met een Engels oorlogsschip. En het wonderlijke is eigenlijk dat we dat vieren nu 200 jaar geleden. Want we hadden het eigenlijk een tijdje eerder moeten vieren. Want Willem I was niet de eerste Nederlandse koning in de 19e eeuw. Dat was namelijk Lodewijk Napoleon. Die door zijn broer koning van Holland was gemaakt. Tussen 1806 en 1810. En Lodewijk Napoleon was verrassend populair. Hij bezocht rampen, hij troostte de mensen, hij bracht ze naar de ziekenhuizen, hij deed kortom wat vorstenhuizen horen te doen. Dat was ook de reden dat zijn broer hem eruit gedonderd heeft. Die vond dat hij veel te sympathiek stond ten opzichte van die Nederlanders. Maar we zouden het Rijk verstandig aan doen om ook dit te vieren. Te meer omdat dit geplakt kan worden in feite aan het feit dat het moderne Nederland, de eenheidsstaat Nederland, een product is van de Franse bezetting. Niet ons eigen product, maar van de Fransen. En we zouden daar best wat meer aandacht aan kunnen geven. Nou ja, dat brengt ons dus opnieuw bij de prins, die in Scheveningen landt. Ik begrijp dat Willem-Alexander ook 30 november in Scheveningen met een kar aan de zee uitgereden zal worden. Misschien dat hij zegt, rij me maar weer terug. Ik heb er eigenlijk nu al genoeg van. Dat moeten we even afwachten, vanzelfsprekend. En die erfprins Willem Frederik, dus de latere Willem de Eerste, was, zoals ik al in dat introductiefilmpje zei, werkelijk een man van formaat. Een hele intelligente man, een zeer karaktervaste man, ook wel een bijzonder koppige man, zoals we zullen zien. Een man geïnteresseerd in moderne ontwikkelingen, ongeïnteresseerd in de snelle modernisering van Nederland, voor zover hij daaraan zou kunnen bijdragen. En die kreeg eigenlijk 2 jaar later een fraai geschenk, want het congres van Wenen besloot dat het voormalige Oostenrijkse Nederlanden, namelijk wat we nu tegenwoordig België noemen, bij Nederland zou worden gevoegd. Bang als ze waren voor herstel van revolutionaire krachten in Frankrijk. Dus nu had Willem in feite een vrij interessante, zeg maar kleine grote mogendheid onder beheer. En we kunnen niet anders dan concluderen dat hij op dat moment voor Nederland en België de meest ideale vorst was. U moet zich trouwens helemaal niet voorstellen dat hij vreselijk Nederlands was. Hij sprak zeer gebrekkig Nederlands. De voertaal aan het hof was Frans. Was hij buitengewoon in Nederland geïnteresseerd? Nou, eigenlijk meer in Nederland als onderneming dan in Nederland als iets waar zijn hart bij lag. Zo, denk ik, moet je het in dat tijdsgevricht niet zien. Hij heeft vanuit die interesse in moderne ontwikkeling en modernisering, vanuit zijn interesse als ondernemer, een enorme rol gespeeld in het op gang brengen van Nederland in 1813, 14, 15. Want Nederland was eigenlijk een beetje een in elkaar gezakte soufflé. Het was een beetje een maf landje waar niets gebeurde. Men zei een land van renteniers en paupers. En ik denk dat in die eerste 10, 15 jaar dat Willem de Eerste er zat, dat hij een heel belangrijke stimulerende rol heeft gespeeld. In heel veel nieuwe projecten was hij de eerste grote investeerder. Hij heeft er ook, moeten we toegeven, dik aan verdiend. Men denkt dat hij zijn vermogen zo minimaal verdrievoudigd heeft in de tijd dat hij koning van Nederland was. Maar op een goed moment is er iets fout gegaan. Eigenlijk iets fout waarbij zijn karaktervastheid doorliep in zijn koppigheid, en dat heeft voor Nederland heel verstrekkende gevolgen gehad. En dat hangt samen met de opstand van de Belgen. Daarvoor neem ik eerst even een slokje water. Dat is zo erg, de opstand der Belgen. Daar moet je even de keel bij smeren natuurlijk. Het wonderlijke is dat de Belgen in opstand zijn gekomen naar aanleiding van een opera, genaamd
de stomme van Portici. Er zijn maar heel weinig landen ontstaan uit een opera, maar België is er daar één van. Bovendien is dat een enorm interessante opera. Hij werd al eens opgevoerd vanwege de verjaardag van Willem I. Dat was wel vrij curieus. Het is ook een unieke opera in de zin dat degene die de hoofdrol speelt niet zingt. Dus mocht u de ambitie hebben, terwijl u totaal niet kunt zingen, om nog eens in een opera op te treden, dan is dit de opera die u zou kunnen financieren uit eigen zak. Ik begreep ook dat het een hele lange opera was, enzovoort, enzovoort. En bovendien loopt het heel slecht af. Zoals het met België natuurlijk ook heel slecht is afgelopen. Daar kan geen toeval zijn. Want België bleek eigenlijk niet één natie te zijn, maar twee. En daar hebben ze last van tot op de dag van vandaag in feite. We hebben ook iets geprobeerd, of Willem heeft geprobeerd een eind te maken aan die Belgische opstand. We hebben een veldtocht gehouden, zogenaamde tiendaagse veldtocht, die tot enorme opwinding leidde in de noordelijke Nederlanden. Waar we nog de studentenweerbaarheid aan te danken hebben. Een gezelschap van volstrekte halve garen, waar u maar eens even naar op zoek zou moeten gaan. Maar Willem had geen zin in een confrontatie met het Franse leger. En zo is een toestand, eigenlijk een padstelling ontstaan. En Willem dacht, de grote mogendheden zullen mij steunen in mijn strijd tegen de Belgische onafhankelijkheid. Want die hebben toch immers België bij Nederland gevoegd. Maar dat hebben de grote mogendheden niet gedaan. En daar was hij zo ongelooflijk pissig over, dat hij het Nederlandse leger 9 jaar lang in staat van paraatheid heeft gehouden, met het idee, misschien komt er dan toch nog een goede oplossing. En u voelt het al aankomen, die goede oplossing is er niet gekomen. Ten slotte is België een zelfstandige staat geworden in 1839. En Willem was bitter teleurgesteld over de afloop eigenlijk van zijn grote project. Zo succesvol als die geweest was, zo groot was uiteindelijk de mislukking. En ook voor Nederland zelf was dat jaar 1840, waarin duidelijk werd dat we een enorm klein pestlandje zijn, wat in de grote boze wereld eigenlijk nauwelijks een rol van grote betekenis kan spelen. Dat leidt eigenlijk tot een soort nationaal trauma, zou je kunnen zeggen. En we zullen morgen zien hoe we geprobeerd hebben weer uit dat trauma tevoorschijn te komen. En laten we wel wezen, we doen het beter dan de Belgen. Willem II was anders dan zijn vader. Het ontbrak Willem II eigenlijk aan standvastigheid, aan karaktervastheid. Het was een wispelturige man. Hij liet zich heel makkelijk beïnvloeden door anderen. Hij had geen sterke gezondheid. Dat kwam er ook nog bij. Dus het was een beetje een verwarde zwakkeling, laten we het zo formuleren. Merkwaardig genoeg had hij een vrij voorspoedige militaire carrière gehad. Die hebben de vader, Willem I. Je ziet eigenlijk direct dat de hardnekkigheid hem uit de ogen straalt. Willem II had een vrij voorspoedige militaire carrière gehad. Hij was adjudant van Wellington geweest. Hij is gewond geraakt bij de slag van Waterloo. Hij is zijn schouder geschoten, waardoor hij een soort van nationale oorlogsheld is geworden. Maar politiek was het echt een volstrekte onbenul. Hij heeft tot enorme ergernis van zijn vader gerotzooid in revolutionaire bewegingen in Frankrijk. En wat nog wel wat gekker is, hij heeft zich tot 2 maal toe, heeft hij zich eigenlijk uitgesproken als, of aangeboden als leider van de Belgische opstandelingen. Wat een volstrekt irreëel concept was, maar dat heeft hij gedaan. Ook weer tot enorme ergernis van zijn vader. Het is wel aardig om hier tussendoor even te zeggen dat al deze oranje telgen op zeer slechte voet met hun vader stonden. Dus de vader Willem I had, vond zijn zoon een lamstraal. Willem II vond zijn vader een heerszuchtige tiran. Willem III vond zijn vader Willem II een lulletje rozenwater. En nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. We beperken ons tot de 19e eeuw. Ik weet niet precies hoe de huidige situatie is, eerlijk gezegd. Hij volgde zijn vader op. Zijn vader abdiceerde in 1840. En overigens interessant genoeg, Willem I bleef niet in Nederland wonen, maar vertrok onmiddellijk naar Berlijn en trouwde daar een Franstalige vrouw. En ze stierven 3 jaar later. En toen werd Willem II dus koning van Nederland. Een zeer conservatieve koning. Al die hele jaren 40 is er gedebatteerd in feite over een verandering van de grondwet. Er is ook een soort proeven geschreven van een nieuwe grondwet. En Willem II zei, ik laat liever mijn kop afhakken op het schavot dan dat ik ooit mijn handtekening zal zetten onder een grondwetswijziging.
En dat heeft geduurd tot het begin van 1848. En 1848, dat is eigenlijk het revolutiejaar in Europa. Nu hoort het kaartje te komen waar je allemaal vlammen uit de kaart ziet slaan. Maar om een of andere reden blijft Willem de Tweede. Kijk eens, daar hebben we de kaart, nu de vlammen nog. Ja, daar komen ze, de hele boel staat in de fik in feite. Een vrij ruime hoeveelheid vlammen is er uitgeslagen. Maar u moet zich voorstellen dat Willem de Tweede hoorde over revolutie in Parijs, revolutie in Berlijn. Er werd overal gevochten in die steden. En hij dacht, grote God, mijn hele baan, mijn hele traditie, mijn hele familie, alles staat op het spel. En toen, zo zegt men, is hij in een enkele nacht van een conservatief en liberaal geworden. En hij heeft Thorbecke en een commissie onder leiding van Thorbecke opdracht gegeven om een nieuwe grondwet te schrijven. En dat is eigenlijk in een fabuleus tempo gebeurd. Als het nu zou moeten gebeuren, zou het 30 jaar kosten. Maar toen is dat, hier hebben we Thorbecke. Je ziet eigenlijk direct dat dit is een strenge burgerman. Dat was Thorbecke, die overigens een enorm aandoenlijke liefdesbrief aan zijn vrouw schreef. Dus er zat toch wel iets anders onder deze oppervlakte van deze strenge burgerman. Half Duitser, een typische outsider eigenlijk in Nederland. Maar hij schreef een nieuwe grondwet. En dat was een formidabele grondwet. Eigenlijk het begin van onze parlementaire geschiedenis. Omdat vanaf dat moment ook de hele positie van de staatshoofd volkomen veranderde. Want de kern van die nieuwe grondwet was directe verkiezingen, die waren er op dat moment niet. En bovendien het feit dat het staatshoofd zou onschendbaar worden en de ministers verantwoordelijk. En als dat zo is, dat kan iedereen wel bedenken, als dat staatshoofd onschendbaar is, kan die geen politieke rol vervullen. We zullen morgen zien dat dat nog een hele lastige zaak was om het staatshoofd zo gek te krijgen dat hij daar ook mee akkoord ging. Maar feit is, Thorbecke heeft een meer dan fantastische grondwet geschreven. En ik betreur het enorm dat er voortdurend geprutst wordt en dat er voortdurend halfgare voorstellen in Nederland worden gelanceerd om die grondwet te veranderen en gekozen minister-presidenten te verzinnen. En ik weet al niet wat, laten we vooral niet modderen aan de voortreffelijke grondwet van Thorbecke, aan de Thorbeckiaanse beginselen, aan de beperkte positie van de Nederlandse minister-president. Willem II, wispelturig misschien, heeft zich enorm ingezet om die grondwet ook aangenomen te krijgen. Hij heeft de Raad van State voorgezeten toen erover gesproken werd. Hij heeft op samenstelling van de Eerste Kamer heeft die veranderd door nieuwe benoemingen. Je werd benoemd toen in de Eerste Kamer, omdat de Eerste Kamer waarschijnlijk niet akkoord zou gaan met de nieuwe grondwet. En hier hebben we hem. Ja, hij lag voor mij klaar, maar ik was hem even een beetje vergeten in de vuur van het betoog. Ontwerp van grondwet. Het is bijna net zo fijn als het vasthouden van een microfoon, de grondwet. En bovendien kun je eventueel een enorme lel uitdelen als je daar toevallig zin in hebt. De grondwet is tenslotte aangenomen. Is in allerlei opzichten, afgezien van kleine wijzigingen, is dat nog steeds de Nederlandse grondwet. En het was allemaal nog niet gebeurd of Willem II valt van de trap. Zijn toestand verslechtert snel. Ik geloof dat hij tenslotte in Tilburg, een van de wonderlijkste aspecten van Willem II was dat hij een grote liefde voor Tilburg had. Ik wil verder niemand kwetsen in Tilburg, maar daar kun je niet inkomen eigenlijk. Maar hij wel. Hij is naar Tilburg vertrokken en daar is hij gestorven. En het gerucht gaat dat toen hij helemaal dood was, dat zijn vrouw Anna Paulowna zich wenend op het lijk geworpen heeft. Of ze dat deed omdat ze zo verschrikkelijk veel van hem hield, of omdat ze dat deed dat ze natuurlijk haar positie als koningin was verloren, dat wil ik in het midden laten. Willem II heeft een hele vage erfenis achtergelaten, waar eigenlijk vol met schulden. Hij had alle halfgare bouwprojecten in Den Haag ondernomen, wat eigenlijk ook een beetje indiceert wat een warhoofd het eigenlijk was. Maar ik begon met te zeggen dat het natuurlijk een beetje een wispelturig warhoofd was. Maar als hij dat niet was geweest, als hij zijn vader was geweest, dan is het maar zeer de vraag of we die nieuwe grondwet zouden hebben gekregen. Dankjewel, Maarten. We hebben een aantal Twitter-reacties met vragen. En de eerste daarvan is: wie heeft uiteindelijk geregeld dat er een erfopvolging bestaat? Dat is natuurlijk in eerste instantie geregeld bij de grondwet van 1814.
Daar staat dat in. Daar staat in dat... Staat er nog steeds, als je de grondwet zou raadplegen, zul je zien dat die vol staat met de meest halfgare artikelen over de erfopvolging. Wanneer het nog wel kan en wanneer het niet kan. En dan gaan ze maar door. We hebben er nog één. Vraag aan meneer Van Rossum, vraagt Charlie. Waarom had koning Willem II 6 buitenechtelijke kinderen? Was hij een womanizer? Nou, het gerucht gaat dat Willem II juist helemaal geen womanizer was, maar precies het omgekeerde. Namelijk dat hij in Brussel een bijzonder lichtzinnig leven leidde als homoseksueel. Dus knap om toch nog zeggen. Misschien was hij duidelijk van beide kanten. Hij heeft dus ook dat was vroeger al helemaal geen probleem, al die buitenechtelijke kinderen. Maar daar lopen we natuurlijk tegen een heel interessante paradox van het moderne koningschap aan. Dat je eigenlijk de normale gewoontes van de gekroonde hoofden, dat je maar raakrotzooi, als je maar gewoon de dynastieke opvolger had. Niemand vond dat erg in die tijd. Dat kan niet meer. Want het moet een sprookje zijn, maar ze moeten zich gedragen als een burgerman in een doorzoomwoning in Heer Hugo Waard. Dat is eigenlijk... Ik zwijg nog even over het seksueel gedrag van de modale man in Heer Hugo Waard. Maar dat is het idee. We hebben ze eigenlijk gevangen in een soort burgermanskeurslijf. We gaan kijken hoe dat morgen bij Willem III is. Het is eigenlijk al grotendeels verklapt. Willem III was eigenlijk de meest ongeschikte vorst die het Oranjehuis ons heeft geleverd. Het gekke is dat hij daar zelf ook wel enig benul van had. Want al in 1848, toen hij dus nog de troonopvolger was, had hij al tegen zijn vader gezegd, nou, die grondwet van Thorbecke, daar zie ik helemaal geen reet in. In iets andere bewoordingen. Hoewel, bij hem weet je dat ook niet zeker. Want dat betekent dat de vorst eigenlijk niks meer te vertellen heeft. Dus waarom zou ik überhaupt nog koning van Nederland willen worden? Ik doe het niet. Ik heb er helemaal geen puf in. En toen heeft tenslotte zijn vader hem overtuigd. En die ging dus naar Tilburg en ging dood. En toen heeft Willem III hem toch opgevolgd. En dat had hij eigenlijk beter niet kunnen doen. Anders kun je het niet uitdrukken. Al kun je natuurlijk ook zeggen, voor toneelstuk of films is dit een vrij ideale figuur om eens op de troon te hebben zitten. Willem III was een egoïstisch, wispelturig, agressief, losse handjes, bozaardig wezen. Een ongelofelijke losbol, volgens de New York Times toen de grootste losbol van Europa. Een jaar of wat voor zijn dood is er een pamflet verschenen waarin hij werd beschreven als koning gorilla. En dat is ook een beetje historisch aan hem blijven plakken. Waarin werd geschetst wat een liederlijk leven hij had geleden. Vol met drankmisbruik, bordeelbezoek en alles wat je maar kunt verzinnen. De Nederlandse burgerman minder aantrekkelijk vindt. En er zijn ook wel wat komische anekdotes over zijn gedrag als vorst. Hij heeft bijvoorbeeld ooit eens bevel gegeven om de burgemeester van Den Haag onmiddellijk te arresteren en vervolgens dood te schieten. Bij mijn weten is het niet doorgegaan, maar het doet een beetje denken aan Nixon in zijn nadagen. Dus dat is een wel aardige vergelijking naar mijn idee. Hij was erger. Willem III was erger naar mijn gevoel. Hij had er enorm veel lol in om als hij s'nachts straalbezopen was, om het hele garnizoen van Apeldoorn te laten aantreden op het plein voor het Loo. En dan ging hij kijken of de knopen gepoetst waren. Wat kunnen we nog meer voor ellende verzinnen? Dat is ook wel een aardig verhaal. Dat hij liet de lakeien, die mochten hem een vuurtje geven als hij aan een sigaar begon. Maar dan wachtte hij zo lang dat de lakeien hun fikken brandden aan de lucifer. En als de lakei dan zei je au, dan kregen ze 2 weken geen salaris meer. Dat geeft een beetje wat hij dan lollige dingetjes vond. Het is ook wel vrij begrijpelijk dat zijn eerste vrouw ongelooflijk de pest aan hem had. Zodanig dat ze meer dan 20 jaar gescheiden van tafel en bed hebben geleefd. Hier hebben we haar. Het was een directe nicht van hem overigens. Die ziet, ze kijkt ook niet bijzonder gelukkig. Ik weet niet precies wat hij op dat moment op zijn geweten had. En toen zij doodging in 1877, toen kon hij dus opnieuw trouwen. En hij wist meteen wie die we hebben, namelijk zijn nieuwste maîtresse. Een Franse operazangeres. Die had hij ook al een adellijke titel gegeven en in het paleisje in laten trekken. En maar ze hebben hem gesmeekt om het niet te doen en om toch een jongere vrouw te nemen en nog maar een troonopvolger te produceren. Al zijn zoons zijn eigenlijk voortijdig overleden. En dat is tenslotte Emma van Waldeck-Pierbond geworden, de moeder van Wilhelmina.
waardoor uiteindelijk het Oranje Huis door het oog van de naald gekropen is, zou je kunnen zeggen. Waarbij je kunt afvragen of dat we daar gelukkig mee moeten zijn, ja of nee. Dat mag ieder voor zichzelf uitmaken. De tweede kant, natuurlijk, dit is zijn karakterologische kant, waar al uit blijkt dat hij weinig geschikt was voor deze functie. En de tweede kant is natuurlijk dat die politiek, dat had hij ook van tevoren gezegd, niks zag aan die wetgeving van Thorbecke. Dus bij het eerste de beste grote politieke incident, dat is de aprilbeweging, moet heel even uitleggen, Thorbecke had gezegd dat er sprake was van godsdienstvrijheid. De katholieken in Nederland hadden toen besloten om de katholieke hiërarchie te herstellen. En daarover liepen de protestanten te hoop en ze boden Willem III een petitie aan. En bij die gelegenheid nam die uitgebreid afstand van de nieuwe grondwet. Wat natuurlijk volstrekt tegen alle regels in was. Volledig onconstitutioneel. Dit is zijn kroning in de nieuwe kerk. In een iets andere aankleding dan we volgende week waarschijnlijk zullen zien. En hij zei daar, ja, die grondwet, daar heb ik eigenlijk niks mee. En dat leidt tot het aftreden van het eerste kabinet Thorbecke. En vanaf dat moment is er eigenlijk 20 jaar lang sprake van een soort guerrilla-oorlog van de vorst tegen de nieuwe grondwet. Waarin hij, niet waarvan zijn macht in feite ontdaan was. En die guerrilla-oorlog heeft Willem III tenslotte verloren. Die guerrilla-oorlog heeft als resultaat gehad dat het idee van de vorst is onschendbaar. En de ministers zijn verantwoordelijk dat dat vast is komen te staan in de Nederlandse politieke cultuur. Zijn dochter had er ook nog soms wel een beetje problemen mee, maar in feite is het vast komen staan. In zijn nadagen is Willem III gaan dementeren. Ook gezien zijn levenswijze een vrij begrijpelijke ontwikkeling natuurlijk. En tenslotte was dat zo erg dat hij de koninklijke besluiten ondertekende met gefingeerde pausnamen. Ik bedoel, dat is een vorm van afwijking die ik nooit eerder heb gelezen, maar die vrij indrukwekkend is toch? En toen is tenslotte besloten dat Emma, zijn veel jongere, 40 jaar jonger, meer dan 40 jaar jongere echtgenote, dat die regentes zou worden. En dat is ook geworden. Hij is vrij kort daarna is die daadwerkelijk overleden. Toen was Wilhelmina, die was tenslotte de troonopvolster geworden. En ook daarvoor was Emma de regentes. En Emma is eigenlijk een heel interessante figuur. Zij was eigenlijk de tijdelijke substituut vorst, anders kun je het niet noemen. En zij hield zich keurig aan de regels. Zij was conscientieus, zij was goed ingewerkt. Zij hield zich aan die grondwet die Thorbecke had gemaakt. En daar kun je aan zien dat het heel goed kon. Dat Willem III gewoon een sabotageclown was. Dat hij eigenlijk volstrekt onwillig was om te doen wat hij nou eenmaal zou moeten doen. Vrij passend is dat zijn begrafenis, dat was een enorme mislukking. Alles ging fout en zo. Ik weet niet of ze inderdaad die kelder ingestruikeld zijn. Dat wil ik nou even van afwezen. Maar daar kwam het eigenlijk metaforisch wel een beetje op neer. Maar wat we natuurlijk uiteindelijk toch ons moeten realiseren, dat we zijn begonnen met Willem I. In feite een verlicht despoot, een autocraat die volledig bepaalde wat er wel en niet gebeurde. En we gaan de eeuw uit met de dementerende Willem III en met de regentes die vervolgens volgt. En dan is de positie van het staatshoofd fundamenteel veranderd. En die lijkt aan het eind van de 19e eeuw veel meer op wat wij nu hebben dan aan het begin van de 19e eeuw het geval was geweest. En dat is eigenlijk wat we het scherpst in gedachten moeten houden. Dankjewel. Maarten van Rossum.